Momenteel is er weer een strijd gaande voor bepaalde functieprofielen. Kandidaten zijn weer meer in controle. Dat betekent ook dat als je een goede kandidaat te pakken hebt, je wilt voorkomen dat deze gaan afhaken in het proces. Test je website en zie hoe jouw sollicitatieproces verloopt op de website. Kan de kandidaat gemakkelijk zijn cv uploaden en via een tool deze gebruiken om de gegevens alvast in te vullen. Zo hoeft hij alleen nog maar enkele gegevens handmatig aan te vullen of te controleren en kan het proces verder gaan. Zorg ervoor dat je een kandidaat ook altijd een bevestigingsmail stuurt van hun sollicitatie. Zo voorkom je onnodige telefoontjes dat je uitleg moet geven over of de sollicitatie is binnengekomen of hoe het proces verder verloopt. Dit kun je ook instellen in sommige softwarepakketten, waardoor je er eigenlijk zelf geen omkijken meer naar hebt, maar de kandidaat wel de juiste berichtgeving ontvangt. Beschouw elke kandidaat, ook als deze niet geschikt is voor de huidige functie, als een potentiële kandidaat voor een volgende nieuwe functie of als referent. Als hij namelijk een positieve ervaring heeft bij jouw sollicitatieproces, kan het zijn dat hij jouw bureau of bedrijf gaat aanbevelen bij zijn netwerk. Wijs je kandidaat nooit direct af. Laat er altijd een paar dagen tussen zitten. U wilt voorkomen dat de kandidaat het gevoel krijgt dat zijn sollicitatie niet zorgvuldig behandeld is. U kunt het wel uitgesteld versturen. Zo is de berichtgeving van uw bord af, maar wordt de kandidaat niet direct afgewezen.